Het is weer tijd voor het Roos Theaterweekend. De kinder- en de jongerengroep van het Roos Theater treden 4 keer op. De ingrediënten zijn tijdreizen, pratende katten, geheime spionnen en een bad guy die wel heel erg lijkt op een van de regisseurs van het Roos Theater. Zoals altijd bij toneel, niets is wat het lijkt. Wat? Wat zeg je? Hoi, oma Ineke. Hoi, nog of Flor. Ja, jullie kunnen een heel weekend vol theater verwachten van zowel kinderen vanaf een jaar of 8 tot jongeren, de oudste geloof ik 20. Twee hele verschillende voorstellingen, echt de ene echt gericht op kinderen en de andere echt voor jongeren. Maar beide voorstellingen ook leuk voor volwassen publiek. Eigenlijk voor iedereen hartstikke leuk. Nou, wel te rusten, prinsessen. Wel te rusten, hoofdlakai. Exit, hoofdlakai. Ja, we hebben ongeveer 20 jeugdspelers. De jongste is dus eigenlijk net 8. Dan hebben we denk ik nog een stuk of 25 volwassen spelers en dan nog een flink aantal helpers. En daar loopt echt tot in, de oudste is denk ik 70 of zo. Dus alle leeftijden zijn we voorzien. Wij gek worden, jij gek worden. Ja, je gaat hier iemand opsluiten in een hete donkere kast. Maar ik ben jullie baas, weten jullie nog? Niks ging maar, ik sta op je kanus. Dus als je het leuk vindt om te spelen, ben je van harte welkom. Maar ook als je het bijvoorbeeld leuk vindt om kleding te naaien of mee te helpen met decor. Echt van alles. We hebben altijd veel te doen en het is een gezellige club. Zo, vandaag ga ik helemaal vol. Ik wil minstens 50 kilo gewicht kunnen tillen. 50 kilo? Dat is als 12 iemand van 30 wil. Wil je daar eens mee zeggen, zus? Dat we vriendinnen waren. Nee, eigenlijk hebben we normaal gesproken een weekend waarin de kinderen spelen en een weekend waarin de jongeren spelen. En we hebben het nu gekoppeld omdat de oudste van de kinderen gaan door naar de jongeren. En die kunnen dan lekker makkelijk doorstromen en vallen niet midden in een voorstelling. Hé, hey, Emiel. Zorg dat je daar wel doet. Ja, Emiel, kaal man. Oh, die jongen is hier helemaal kaal. Wacht maar tot jullie zelf oude grijze vrouwtjes zijn. Ja, maar dan ben je al veel ouder en dus helemaal kaal. Ja, kaal man. Eigenlijk, meestal aan de hand van wat de kinderen en de jongeren zelf bedenken. Dus het verhaal van de kinderen bijvoorbeeld hebben de kinderen echt helemaal zelf mee bedacht. En dan gaan wij aan aanleiding van wat zij vertellen gaan wij een script schrijven. De stukken zijn voor de kinderen zijn wel specifiek natuurlijk voor kinderen. Maar zijn ook leuk voor volwassenen. De jongeren hebben echt wel een doelgroep jongeren. Maar ook voor volwassenen net zo goed weer leuk. Mijn rechter heet niet voor niks de slowkogel. Slowkogel? Net als in de videoclip van Miley Cyrus Junior. Ja, en met die slowkogel stond ik hem helemaal in elkaar.